Bij Helpende Handen volgen we mensen die belangloos andere mensen helpen. Vandaag lopen we mee met lid in de Orde van Oranje-Nassau, Erik Jager. Erik is een duizendpoot in de vrijwilligerswereld en is een goede bekende in Brandevoort. Zo onderhoudt hij tuinen, is secretaris, ballenjongen, gastheer, barman, collectant, coördinator en ga zo maar door. Erik is dus met recht een helpende hand te noemen. Goedemorgen. Hey, hallo. Hallo, Leontien. Erik Jager. Veel over u gehoord, want u bent volgens mij een duizendpoot in vrijwilligerswerk. Ja, als jij dat zegt, dan... Ik doe altijd zijn duizend pootjes, overal een klein stukje. Want we zijn hier op Sportpark Brandevoort. Wat doet u hier precies? Nou, hier doe ik een heel klein schakeltje in het geheel, maar er zijn een heleboel teams hier. Het is een heel grote club en het is altijd een hele gekrioel van kinderen hier s'avonds. Dus dan moeten de ballen netjes klaar liggen. Die leg ik klaar in een zak, op spanning en shirtjes erbij. En die staan allemaal gesorteerd klaar voor mee te nemen. Dus dan gaan ze aan de slag. Mooi. En dat is alles eigenlijk. Maar u doet nog veel meer vrijwilligerswerk. Kunt u in het kort opnoemen wat u eigenlijk allemaal doet? Oeh, dat is beginnen bij het begin. Ik doe de website van de kerk bijhouden. Ik doe de website van het brandpunt bijhouden. Ik ben vrijwilliger achter de bar bij het brandpunt. En ik ben bij de KWF Kankerbestrijding ben ik de secretaris van de club. En daar geef ik leiding samen met het bestuur aan een 300 tot 400 collectanten in Helmond die één keer per jaar hun de gelden ophalen. Daarbuiten, vanuit de KWF, ben ik ook bij het inloophuis De Cirkel betrokken geraakt. Ik ben vrijwilligerswerk gaan doen omdat ik dat eigenlijk een plicht vind voor iedereen om iets voor de maatschappij te doen. En dat gaat niet zomaar 1, 2, 3, daar groei je in. Je begint met een karweitje of één dingetje en dat groeit uit. En als je dan de gelegenheid hebt om daarin wat meer te kunnen doen en je hebt daar plezier in, dan ga je daarmee verder. En dat loopt wel eens een beetje uit de hand. Nou, dit is het heiligdom van het KWF. KWF. Ja. Nou, hier kunnen we dus al onze spulletjes hebben we hier staan. De grote bus die op de markt en dergelijke staat om als blikvanger. Hier staan alle benodigdheden, vlaggetjes om de tent te versieren, collectebussen, spandoeken, alles netjes klaar. Ik zie ze daar al staan, want die hebben we nodig. Ja, daar moeten we er eentje van meenemen, ja. Nou, die maken we dan even in orde. Dat is een kwestie van een handvat en een bus. Het blijft natuurlijk maar een plastic verzegeling, maar het is wel zo dat je kan zien of de bus gesloten is als je hem afgeeft aan de collectant. Nou, op pad dan maar. Op pad, op pad. Nou, ik vind het heel belangrijk om in een wijk, in je eigen woonwijk actief te zijn. Omdat je dan daarmee je betrokkenheid tentoonstelt, als het ware. Dat is je visitekaartje, zo ga je met mensen om. En dat vraagt wel eens wat tijd, ja. Dat vraagt wel eens wat tijd, omdat je dan natuurlijk ook je verbale communicatie hebt die wat meer verder gaat als alleen maar even goeiedag zeggen. Hè? Mensen zijn toch benieuwd hoe je bepaalde dingen doet. En vooral als je met je hondje door de wijk loopt en dingen in de gaten houdt wat er om je heen speelt. Het zou wel fijn zijn dat er... Kijk, nummer 1 is altijd makkelijk. Hè? Goedenavond mevrouw, ik kom voor KWF Kankerbestrijding. Kunt u iets missen voor de... Ja, natuurlijk. Eén moment alsjeblieft. Ja, dankjewel. Kijk, fijn dat er...
alsjeblieft. Fantastisch, bedankt. Succes om Ja, mee. Dankjewel. Bedankt. Tot volgend jaar maar weer, hè. Tot volgend jaar. Dag. Ik ben onmisbaar geworden voor de wijk. Nee, dat denk ik toch niet, hè. Ik denk dat er voor mij wel weer een ander op zal staan. Ik hoop dat ik een leuke invulling bij ons blok, ons wijkblok, kan geven. Daar onderhoud ik ook de tuin. Dat is dan nog even en passant wat ik daar nog bij doe. Maar dat doe ik samen met iemand anders en samen met een medebewoner. En daar doen we licht tuinwerkzaamheden, dus dat houden we ook bij. En van daaruit heb je natuurlijk heel veel contacten. Ja, 57 woningen in een blok, dat zijn al 57 maal 2 mensen. Dus dat is al, gaan we zo maar door. En dat breidt zich uit, de contacten die je hebt met de wijkraad en met de mensen die hier ook in het wijkhuis komen. Die zijn natuurlijk enorm. En dat speelt zich allemaal af in deze mooie wijk. En daar ben ik echt, echt heel erg trots op dat ik hier woon. Met alle problemen die er zijn, die er natuurlijk ook zijn. In iedere wijk zijn problemen. We hebben gelukkig wat andere problemen als ze in andere wijken hebben. Maar hier is het mooi om te vertoeven. Ja, nummer 59. Piet Heijnstraat, de cirkel. Zo, lekker warm hier. Zeker. Erik, inloophuis de cirkel. Daar zijn we nu. Maar wat is hier precies te doen? Nou, zoals je ziet, het is hier een huiskamer voor mensen die kanker hebben of gehad hebben of hun lotgenoten. Die kunnen hier een luisterend oor krijgen, eventjes een activiteit meedoen. Er zijn eigenlijk legio mogelijkheden in de activiteiten. Massages zijn er. Dus alleen maar om de mensen te vertoeven. Te vertoeven is een beetje een moeilijk woord. Dat ze een aangenaam gevoel hebben. Dat ze een luisterend oor en dat ze de verhaal kwijt. Het is niet zo dat het altijd ter sprake komt. Maar het wordt wel eens ter sprake gebracht. En dan moeten wij er zijn. En dat is dan toch wel fijn. Wij en ongeveer 30, 40 vrijwilligers zetten zich in om dit te doen. Geheel zonder subsidie. Wel gesubsidieerd door het bedrijfsleven en ook door het KWF een gedeelte, een bedrag. Maar dat zijn geen vaste bedragen. Dus puur de inrichting en de spullen, die worden eigenlijk wel betaald. Maar het gas en het dak, dat is eigenlijk het probleem. Het stoken en het dak, dat is nog niet helemaal duidelijk. Nou, bij de cirkel ben ik gastheer. En ik zit in de activiteitencommissie. Dus wij organiseren met een aantal mensen de activiteit die we voor de mensen doen. Omdat de mensen zo wat ontspannen kunnen hun tijd doorbrengen. Dus die zoeken dan met anderen samen. En dus tijdens zo'n activiteit kunnen er gesprekken komen. En nu ga je ook even voor koffie zorgen? Ja, we zorgen hier voor een kopje koffie. Dat is ons eikpunt. Twee handen, of eigenlijk vier handen en een kopje koffie erin. Dat is ons logo. En daar zorgen we voor. Mag natuurlijk ook thee zijn, hè? Dat is natuurlijk. En een plakje cake. Ik zie dat ze hier alweer. En iets lekkers. Ja, ik vind het hier. Dat komt hier regelmatig dat de mensen gewoon zeggen van jullie doen zo goed werk. Een aantal bakkers, de supermarkten die ondersteunen ons eigenlijk met stoffelijke dingen en zaken. En daar zijn we heel erg erkentelijk voor. En de slagmer. Fantastisch. Nou. Een lekker stukje, ik weet niet wat het is, Truus, suikerbrood denk ik. Kopje koffie? Oh, je hebt hem al. Oh, dan schenk ik voor mezelf een kopje in. Dat is net zo makkelijk, hè? Want je kan natuurlijk niet altijd, je hoeft niet altijd voor een ander koffie in te schenken. Of jij schenkt het voor mij in, dat lijkt me ook een goed plan. Toch? Hoe is het, Truus? Ja? Weer een stuk beter vandaag dat ik hier in het inloophuis bent. In het inloophuis De Cirkel is eigenlijk gekomen uit het KWF natuurlijk. Vanzelf toen ik als KWF-secretaris daar dus me erg betrokken voelde, dacht ik op een gegeven moment, het moet niet alleen gaan om geld. Het moet ook eens om wat anders gaan. Dus ik ben daar eens gaan oriënteren. En daar sloeg een vonk over gewoon. Ik bedoel, het is zo'n mooi werk voor die mensen die in zulke moeilijke situaties zitten. Om daar toch nog een kleine
ja, een kleine strohalm te kunnen zijn. Een luisterend oor om toch nog wat contact te hebben. En dat is zo dankbaar werk. En die mensen zijn er zo ja, het is natuurlijk heel moeilijk werk. Ik dacht eerst dat het nog veel moeilijker was, dacht ik eerst. Maar nu ik er dus wat meer in zit, voel je dus echt wel ja, wat zich daar afspeelt. En daar zijn bijna 40 vrijwilligers, inclusief bestuur. Nou, ik ben nu 69, nog even. En ja, er zijn dingen die ik wel wat minder... We hebben gelukkig in het bestuur van KWF hebben nu ruimte gevonden om nieuwe mensen gevonden. En we hebben nou een leuk team van jonge, ja, toevallig allemaal vrouwen, die een aantal taken die ik eerst altijd er nog bij deed, die nemen die over. En daar ben ik blij mee dat we met zo'n goed team nu naar de samenloop voor hoop gaan. Want dat komt dus ook weer. Dus voor de KWF een hele belangrijke insteek. Maar ook voor de solidariteit, vind ik, van de mensen onderling in Helmond en omgeving, in wijde omgeving, die daar samen het is geen wedstrijd, maar het is een overlevingstocht lopen met z'n allen. En dat is heel mooi om dat te doen. En dat doen we met die groep mensen, dat is heel fijn. En ja, en dan komt straks weer de tijd van het organiseren van de collecte en alle dingen die daarbij komen. Erik wil u graag oproepen om collectant te worden van de KWF Kankerbestrijding. U kunt u zelf aanmelden op de website www.kwf.nl. Namens Erik en alle anderen, bedankt. Helpt u graag andere mensen of kent u iemand die graag anderen helpt? Geef dit aan ons door, zodat we dit goede doel in het zonnetje kunnen zetten in helpende handen. Stuur een bericht naar redactie@omroephelmond.nl onder vermelding van helpende handen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.